De provinciale statenverkiezingen komen weer aan. De partijen zullen zich van hun beste kant moeten laten zien. Want dit doet ook landelijk mee. Het zal dus een spannende tijd zijn voor hen. Ik denk dat de mensen die op het CDA willen stemmen, stemmen voor een programma van we willen vooruit met Friesland. We willen werk maken van werk. We willen het wonen hier prettig houden. Maar we willen met name Friesland doorgeven aan een nieuwe generatie. We hebben een heel mooi programma. We willen de opcenten verlagen. We willen minder naar subsidies toe. Maar we willen met name investeren in ontwikkelingen en kansen. Zoals bijvoorbeeld de watercampus hier in Leeuwarden. Om daar nieuwe banen uit te creëren. We hebben naast investeren in werk, wat op zich een belangrijk thema is, willen we verder ook kijken van hoe kunnen we de studenten zonder omwegen naar de hbo-instellingen leiden. Gewoon duidelijke bussen vanuit het centrum van Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Harlingen, rechtstreeks naar de centra voor studie. Als voorbeeld. Wij vinden dat niemand buiten de boot mag vallen. Ons uitgangspunt is dat de naasten lief hebben als onszelf. Dat vinden we heel belangrijk. En daarom hebben we ook als ChristenUnie 3 speerpunten waar we voor gaan. Dat is geloof in zorg, geloof in werk en geloof in Friesland. En geloof in zorg, dat staat voor onze zorg voor elkaar. Dat je naar elkaar omziet. En dat grijpt weer terug op wat ik net zei. De naaste liefhebben als jezelf. Dat is voor ons uitgangspunt. Dus niemand mag tussen wal en schip vallen. En daarom willen we bijvoorbeeld dat, als je het hebt over vluchtelingen, dat die goed opgevangen moeten worden. Dat de provincie daarvoor zorgt. Dat er geen mensenhandel is in deze provincie. Dat de jeugdzorg goed geregeld is. Dat zijn punten waar we ons hard voor maken. In 2011 was de opkomst 56%. Nu in deze tijd zullen er meer mensen moeten komen. Maar gaan er wel mensen stemmen? Gaat u ook stemmen bij de provinciale staat? Ja. En op wie? Dat is geheim. Okay. En degene waar u op stemt, waarom stemt u op diegene? Omdat ik vind dat hij het beste doet in mijn beleving van wat je moet doen. Ja, zeker weten. En op wie? Dat weet ik nog niet. Het is waarschijnlijk een partij een beetje links van het midden. En ik ga stemmen omdat ik vind dat de Eerste Kamer een belangrijke rol heeft. Dus vandaar. Op wie gaat u stemmen bij de Provinciale Staten? Ik denk D66. En waarom? Omdat ik daar altijd op stem. En wat is nou echt de reden waarom u erop stemt? Zijn ze goed? Wat is er zo goed aan D66? Ja, ik vind vooral dat hun onderwijsprogramma, daar val ik al wel op. Provinciale statenverkiezingen komen eraan. Hoe gaan jullie de mensen overtuigen dit jaar? Nou, we gaan ze overtuigen door ze te laten zien wat we allemaal bereikt hebben. We hebben ontzettend veel gedaan aan werkgelegenheid. Dat kun je hier in Leeuwarden ook terugzien. Hè. Dat zie je bij de watercampus, waar allemaal nieuwe bedrijven aan het starten zijn. En dat zie je bij de dairy campers, zuivel, grote zuivelfabrieken investeren hier. Dus wij zetten ontzettend veel in op werk. Ja, want wij geloven in de eigen kracht van Friesland. En we hebben een hele optimistische visie ook voor Friesland. En ik denk dat dat mensen aanspreekt. We hebben Leeuwarden al in een flow gebracht. En dat willen we met de rest van de provincie ook gaan doen. Wat hebben jullie te bieden aan Friesland? Wij gaan zorgen voor 10.000 extra banen. En we gaan vooral kijken naar de zorgsector, want daar maken mensen zich ook terecht bezorgd over. Daar raken mensen nu zonder werk, terwijl we die over 2 jaar heel hard nodig hebben. Die mensen die proberen wij aan het werk te houden en op te leiden voor de zorg van de toekomst. Dus dan koppelen we onderwijs en banen, dat is belangrijk. We gaan ontzettend investeren in het midden- en kleinbedrijf. Daar is de economie van Friesland voor 90% op gebaseerd. En die hebben het best lastig. En we gaan helpen, zodat daar geïnnoveerd kan worden. Dat de export bevorderd wordt, dat ze sterker worden. Dus we zorgen voor een robuust en vitaal midden- en kleinbedrijf. En dat zal de werkgelegenheid hier ontzettend goed doen. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. Gaat u ook stemmen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Waar gaat u op stemmen? PvdA. En waarom? Dat is mijn oude partij van jarenlang. Ik ben meer dan 50 jaar lid. Al meer dan 50 jaar lid? Ja. Ik ben nou ook lood. Bent u al naar congres geweest dan? Nee. Ik doe er verder nooit wat aan. Maar ik vind iedereen moet stemmen. Waarop? Dat doet er niet toe. Maar het is gewoon belangrijk. Het is belangrijk. Doe ook stemmen met de provinciale statenverkiezingen? Nooit. Waarom niet? Ik ben alleen, hè? Jazeker. Waar gaat u op stemmen? Dat weet ik nog niet. Ik zit programma's door te lezen, want ik begin heel erg te twijfelen dit jaar. Waar stemt u normaal op? Vaak D66. En waarom nu niet meer? Nou, ik weet niet of ik het nu niet meer doe, maar de programma's die zijn zo anders als anders. Dus ik wil het graag eens doorlezen.
Gaat u ook stemmen 18 maart? Altijd stemmen. Waar gaat u op stemmen? Ja, nog geen idee. Heeft u zich nog niet ingelezen? Nou, ja, ik volg het wel. Maar het is natuurlijk een beetje raar. Hè? We stemmen voor de provincie. En het belang is voor de Eerste Kamer. En dan weet je nog niet eens wie er in de eerste, wie de provincie voor de Eerste Kamer gaat stemmen. Dus het zijn toch wel rare verkiezingen, vind ik. Okay. Gaat u ook stemmen 18 maart? Ja, daar ga ik wel vanuit. En waar gaat u op stemmen? Nog niet helemaal duidelijk. Niet helemaal duidelijk. Moet u nog goed inlezen? Ja, ik moet me inlezen, ja. Waar stemt u normaal altijd op? Ook verschillend. Het hangt van het programma af en de soort verkiezingen hangt dat vanaf. De echte zwevende kiezer? Nou, of ik zwevend ben, ik heb niet een vaste partij, maar of je daardoor zwevend bent. Ik ben wel links georiënteerd. Laten we het daarop houden. 18 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Ga je ook stemmen? Nee. En waarom niet? Omdat ik me daar niet zoveel mee bezig hou. Gaat u ook stemmen 18 maart? Ja, absoluut. Ik stem altijd. En waar gaat u op stemmen, als ik vraag mag? Dat weet ik nog niet. Want dat is, vind ik, een beetje lastig met alle wisselingen binnen de politieke partijen steeds. Ik wil me daar eerst nog eens een keer goed in verdiepen voordat ik dus mijn keuze maak. Had u vroeger altijd een vaste partij? Lokale partijen of de VVD. Nee, ik vind het niet heel interessant politiek. Ik vind andere dingen leuk en interessant. Nou, gaan jullie ook stemmen 18 maart? Ja, ik ga stemmen. Zeker, absoluut. En waar gaan jullie op stemmen? Partij van de Arbeid. GroenLinks. Oké. Okay. Twee verschillende meningen? Ja. Oké. Okay. Ja, nou. Het lijkt wel een klein beetje op elkaar, toch? Het is allebei links. Ja, daarom. Alleen zij is iets groener. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, iets groener. Ja. Oké. Okay. Maar nou, ik ga altijd stemmen. Altijd? Ja. Vindt u belangrijk om... Ja, omdat het mijn democratisch recht is om te stemmen. En daar ben ik heel blij mee.